Nou, wij zijn eigenlijk in de markt van het bereiken van beslissers. En beslissers bedoel ik mee mensen die beslissen over de aanschaf van zakelijke diensten en producten. En we hebben daar eigenlijk twee smaken in. Dat zijn ondernemers, mensen die het vooral eigen zin en zaligheid doen, die dus een bedrijf hebben. En we hebben managers. Met Sprout proberen we ondernemers verder te helpen in het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Dat klinkt een beetje formeel, want als je Sprout leest is het veel leuker als dat ik het nu zeg. En met managementteam zitten we vooral in het laten zien hoe de business in Nederland in elkaar zit. En zo hopen we managers binnen het bedrijfsleven te inspireren om dingen beter te doen. De journalistieke onafhankelijkheid is het belangrijkste wat wij hebben. Want op het moment dat wij onze journalistieke onafhankelijkheid verliezen, neemt onze lezer ons niet meer serieus. En zijn wij dus slechter in staat om een interessant medium te zijn voor adverteerders. Om rondom die artikelen en die verhalen te staan. Dus de journalistieke onafhankelijkheid is het belangrijkste goed wat we binnen dit bedrijf hebben. Dus dat zullen we nooit opofferen aan wat voor commerciële doelstellingen dan ook.